Min 11 mensen, zoals jullie kunnen zien. En wij gaan even afsteken. In de auto is gewoon de cola bevroren. Besef, gewoon in de auto, hè. Eigenlijk was het super stom om naar Polen te gaan, klopt, omdat het nu echt veel te koud is. Echt niet normaal. Als je over die markt loopt, je bevriest gewoon. Ja, man. Het is echt niet te doen gewoon. Laat ons niet te stoppen natuurlijk. Klopt. Gewoon door. Want we hebben een leuk tasje gekocht met een aantal leuke producten. Ik laat gewoon even iets snels zien. Moikipolla, 14 euro. Binnenkort meer ervan. We gaan nu zeker even stoken. En we laten zometeen ook even wat beelden zien op het ijs, man. Maar moet je kijken, gek. Mensen, besef dit ijs. En wil je zien hoe dik het is? Wat ga je doen? Ga dan. Even steentje. Ja, man. Helemaal dik dit. Gooi naar links, meer naar links. Meer naar... Zie je? Mensen, om te laten zien hoe koud het, of in ieder geval hoe dik het ijs is. Bij het begin al, hè. Ik kan er gewoon op verstaan, ik ga het voor de zekerheid niet nadoen. Maar... Nee, man. Zal ik het nadoen? Zal ik het even doen? Ja, joh, dan mis maar even de stuntman uithangen. Hier. Huh? Zie je, er zit gewoon geen barst in, hè? Ziek! Maar goed, we gaan voor zekerheid maar niet doen. Let's go! Joker lawinepeil, jongens. Beetje schuin naar voren, anders gaat hij richting. Zo? Ja hoor, steek hem maar aan, meneer. Jezus. Gaan die dingen hard, jongen. Zo. Dat is niet te onderscheiden met een zinkse wat, joh. Heerlijk. En daar hebben we nog meer. Zo, die zijn hard, jongens. En in dat tasje hebben we nog meer leuke kereltjes. Gewoon even de geile rookbommetje tussendoor. Rookbommetje. Oh, nou, blijf maar ver ook. Ja, die rook gaat snel weg, man. Tol lachen, ken hem. Huh? Ah. Ze blijft toch altijd best lang doen, hoor. Er zit er nog één in. Dus gooi die rook op. Ja, dat is te laag, man. Kreesetjes. Oh ja, stook die even, stooksessie. Kreese robotje. Yep. Hoi, vrouw. Shit, die is uit, hè? Nee. Hij weigert. Hij weigert, zeg. Kijk die rode streep thuis op het ijs, bij die rookbom. Hoor je dat klinken, jongen? Kut. Is die wel? Nee. Aan? Nee, hè? Hij viel uit. Kut. Gooi je. Kut hoor. Het bleef echt goed, hè? Gooi ze fulltime achter elkaar. Gewoon stoken. Dat gaat niet, man. Die ging niet aan, volgens mij. Nee, man. Kut. Blijven die dingen goed, ze hebben een piepje erbij, Jas. Volgens mij lijkt het zo door het ijs. Yes? Yo. Oh, het is koud, jongens. Wie heeft geen handschoenen aan? Hey, hoor je dat geluid dan? Ja, hè. Dingen erg hard hoor, van die traatjes. Echt, hè? Niet normaal. Even papiertjes eraf halen, jongen. En dan die laatste achter elkaar stoken. Yes. Zo, die ging hier, hè, voor dit? Ik had hem bij die blauwe kipollen ook al. Nou, dat zijn die. Tuono? Ja joh, gooi maar. Ja toch? Tuono Classic 30. Die schuiven we gewoon over het ijs. Oh ja, precies. Zo is het maar net. Oh. Mooi vlammetje, let op hè. Is die uit? Nee, gelukkig niet. Het is echt zonde als die uit zou gaan. Let op mensen, die is echt hard, jongen. Zo dan. Die knal ook, jongen. Kijk hier ook dan. Heerlijk gewoon.
Nou, ik zou zeggen... 20? Ja. Dit is echt een mooie formaat. Niet te duur. En goeie dat ook. Je zou niet zeggen dat ze zo hard gaan. Kijk hem schuiven, voor die 3 euro. Gold. Zo. Heerlijk. Lijp hoor. Lego. Wat hebben we hier? Ik zal het nog even laten zien. Hier zo een prachtige Scream 5. Mooie giller natuurlijk. Tuurlijk. Let's go. Ja. Deze zijn echt heerlijk, ja. Mensen. Scream 5. Lekker hoor. Heerlijk. Wat ging die hard? Crazy Frog. Met een triktrak. Die gaan eruit, dus die gaan we snel nog even afsteken. Ja joh. Hebben die ook maar weer gehad? Hetje. Zo. Toch. 4 zijn net bomen. Klopt man. 4 insoluut bomen. Gewoon zo. Hop. Het kan, nee, dan valt hij eraf man. Nee joh. Weet oh ja, wel met die triktrak. Ja. Ja. Ken natuurlijk. Prijskaartje hangen we eraan. Precies. Kunnen weer overuren maken. Yo. Zo dan. Lekker hoor. Nou, nice. Zeg, zet hem daar op het muurtje neer. Demon. Heerlijke knallers, hè? Heerlijk, jongen. Ik denk maar dat het lekker hard. Ook die eraf komt, man. Zo. Echt heerlijk, zweer het. Nice. Oké, volgende. Deliverana. Alsof het niks is. Doe hè? Die actung even. Is ook wel leuk. Ja, doe ze alle twee. Ik zag dat je er 2 had. Volgens mij. Moet je oppassen dat je niet dat strijkopje beschadigt. Steek gewoon zo uit. Ja, het duurt iets langer, maar... Zo dan. Huh? Lekker hoor. Zag je dat? Ja, wat was dat? Fuck. Hey, ik weet niet man. Ik zou zeggen gelijk die blauwe erachteraan. Je zet die blauwe daar tot houten stuk. Ja man. Een blauwe, 80 gram of zo. Ik weet niet hoeveel die is. 120, geen idee. Maakt eigenlijk ook niet uit. Het gaat om de klap. Het gaat om de klappertje. Wel ja. Oh, ik kan het ook daar neerzetten. Waar? Gewoon hier. Ja, hij moet ietsjes heel klein beetje naar rechts. Ja, is goed joh. Doe maar gewoon. Tering. Wat gaan die dingen hard, jongen. Kijk dit, verlaten huis. Zijn we bij een huisje aangekomen? Hier zo. Hangen gewoon kabels hier zo. Nou, dit huis die is wel even... Er woont al even niemand meer hoor. Tjonge, jonge, jonge. Moet je kijken dan. Ja, je moet wel even iets ingooien, man. Ja, dat vind ik ook. Kijk, 220 gold. Zul je iets gooien? Ja, joh. 220 gold. 200 gold 20. Eeuw. Je gooit hem hier door het raam heen. Ja, man. Dat is sick. Hier zelfs een handgranaat naar binnen gooien. Moet je wel goed gooien. Ja. Gewoon dichterbij staan. Misschien. Zo
Zo dan. Oh, er lag glas. Nee, joh. Huh? Oké. Oh, de rook gaat er daaruit. Ugly Joe's, de oude vertrouwde. Uit België. Zo. Oh. Lekker gegooid. Kutknalletjes. Even serieus? Huh? Kutknalletjes, hè? Hier, kom maar. Nee. Ugly Joe wel, ja. Hoe wij Ugly Joe's gewend zijn. Zo. Zo. Zo, hij staat rechtop. Een tandje. Nou, lekker hoor. Next. Gooi er even eentje in het huis. Daar, ja, en dan even de buren wakker maken. Hè? Aan de rechterkant. Oh. Shit, dat zie ik het uit. Dan zie ik het niet. Zo. Zo, gaat hard, jongen. De kleren. Stinkt naar zoetigheid.